Thomas, waar denk jij eigenlijk aan bij kerstmis? Wat leuk dat je dat vraagt, Mike. Ik heb het hele jaar niet veel om handen. Ik land er van mijn leven maar wat door. Ik luister af en toe naar een goed plaatje. Ik kijk naar dvd's van 24. Ik ben niet depressief of ongelukkig. Ik loop alleen niet warm voor flauwekul. Ik kom alleen tot leven in december. Want met kerstmis heb ik glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Met kerstmis heb ik glitter op mijn lul. Het is geen prettig spul. Het prikt en het is rul. Maar het is ondanks heb ik elk jaar weer glitter op mijn lul. Ik ben niet kinky. Ik ben ook seksueel niet gefrustreerd. Nee, natuurlijk ben je dat niet, jongen. Ik ben alleen discreet waar dat vereist is. En dat doe je goed. Mijn ouders hebben mij dat zo geleerd. En zo hoort het ook. Dus afgezien van een trekkerbenend loopje lijkt ik in elk aspect nog steeds dezelfde zul. In mijn onderbroek, daar is een feestje. Want ik heb stiekem glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Een kerstmis heb ik glitter op mijn lul. Het is geen prettig spul. Het prikt en het is rul. Maar het is ondanks heb ik elk jaar weer glitter op mijn lul. En geloof me als ik zeg, ik heb dit zelf nooit gewild. Aan vele materialen heb ik bakken geld verspild. Maar een spuitsneeuw krijg je er niet af en is dus ongeschikt. Met hulstof, dennennaalden werd ik continu geprikt. Ik heb het met confetti en met slingers geprobeerd. Dat waren ik loop alleen